Na veel weken hard werken. Nou, maar nu is eigenlijk het gastenverblijf ook een beetje af nu. Nou, hier kan je dan lekker zitten. En ja, staat weliswaar de wasmachine, maar je hebt een lekker eigen keukentje. Flesjes wijn. Koelkastje, magnetronnetje. Zo. Nou, en de eerste die komen, dat zijn André en Tineke. Dus die kunnen het proefdraaien, ben benieuwd. Nou, hier hangt Gerrit. Normaal hing die in de gang in Goudriaan en nu hangt hij hier. Kan hij even een oogje in het cel houden. Nou, dit is de trap. Hier gaan we naar boven toe. Nou, Robert is echt uren bezig geweest om gordijnen te maken, zeg maar, als ja, soort scherm waar allemaal verhuisdozen achter staan. Nou, dan heb je hier het logeerbed. En nog een extra bed. En een kast. Het huis is ook zo goed als af. Nou, de keuken hebben we heel erg getwijfeld om die te gaan schilderen. Maar ja, weet je, dat is weer zo'n werk. En dat is natuurlijk maar voor tijdelijk. Dus we hebben toch maar besloten het niet te doen. Nou, kacheltje staat lekker te branden. Het is de afgelopen dagen echt niet heel erg aangenaam geweest. Maar goed, geeft ook niks, hoort er ook bij. Nou, Koos die ligt op de bank uiteraard. Helemaal naar zijn zin. Die is helemaal moe van de dag. Dit is de gang. Koelkast. Slaapkamer. Nou, we hebben allerlei kledingkasten in elkaar laten zetten. Die hebben we gewoon bij IKEA gehaald. Dat zijn prima dingen. Die pakskasten. Daar drogen we wat. We hebben natuurlijk nog steeds geen verwarming. Maar als het goed is, komt volgende week komt dan de airco. En dat is ook gelijk verwarming. Dan is dat probleem eigenlijk ook opgelost. Nou, weet je, volgens mij is het gewoon een heel gezellig huis zo. Helemaal niks mis mee. Nou, dan hebben jullie even een beetje, klein beetje gezien hoe het nu geworden is. En, nou ja, André en Tineke, zoals ik al zei, die komen geloof ik over een week of drie of zo. We hebben echt wel even aan moeten poten om het helemaal voor elkaar te krijgen. Want je vindt het natuurlijk ook leuk als ze komen dat het helemaal af is. Als het goed is van de week komen de tuinmeubels. Zo gaan we iedere keer een stapje verder.